our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Willy die is bezig geweest met de nieuwe modem. Die is al aangeschoten, maar we moeten met de wachtwoorden en alles nog verder. Maar dat komt zo wel. Ik heb rollator gewisseld. Nou, Willy die gaat weer de hort op. Die is alweer veel te laat. Maar dat komt ook door andere dingen. Omdat ze ook met de modem bezig is geweest. Ja, lieve vrienden, een hele, hele warme welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag maandag, de hoeveelste, de 12e van de 2e, 2024. En we leven alweer reeds om 16 minuten over 2. Willy die is bezig geweest met de nieuwe modem. Die is al aangeschoten, maar we moeten met de wachtwoorden en alles nog verder. Maar dat komt zo wel. Ik heb rollator gewisseld. Vanuit de scheur, dat is nou deze, die is anders dan die van mijn moeder. De bel die moet ik eruit nog op zien te krijgen, maar dat weet ik niet hoe en wat. En ja, dat komt ook allemaal wel goed. En ik ga de meisjes eerst even uitlaten. Dat gaan we doen, zeker weten. Hé? Ja nou? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes retour. Ja. Deze moet er naar boven. Deze moet er naar boven. Wat moet naar boven? Deze. Oh, moet die naar boven? Die is groot genoeg. Ja. Ik vind die vuilniszak een beetje te groot. Voor ja, de vuilniszakken zijn te groot. Ja, ja Willy is er. Dus ja. Willy is er ook weer van de partij. Ja. Die is ook al bezig geweest, hè? Dat zei ik al voordat ik voordat ik met de meiden wegging. Ik was druk bezig geweest met rollators wisselen en alles. En Willy die was met de modem bezig. Straks krijg ik van Roderick via afstand ook hulp, want het is nog niet klaar met de modem. Tenminste, de modem wel. Maar het moet nog allemaal met wachtwoorden en weet ik veel nog geen verstand van. Zoek het maar uit. Ja. Ja, vind ik ook. Zoek hem maar uit. Ja. Dus, maar in ieder geval. Ja, anders haal je er eentje voor zich al. Ja, maar ja, mijn schoonzoon die moet het ook kunnen. Maar als ik op een Ziggo moet wachten, dan moet ik alles vanavond met de hand aan gaan zitten te doen of zo. Ja. 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 Maar in ieder geval, komt allemaal wel goed. Ja, dan laten we het hopen. Roderick die heeft er meer verstand van dan dat ik het heb. Want die heeft het ook nog weer. Ja, die doet het altijd, weet ik veel. Dus ja, het komt allemaal wel goed. Ja. Oh, Ben. Oh, daar is ze. Ja, ze is onderweg. Richting huis, geloof ik. Dus ja. De locatie van ze. Want ze zitten bij elkaar in de auto. Dus ja, komt helemaal goed, mag ik hopen. En we houden gewoon vol goede moed. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte van het rijlingzeilen van dat showtje achter me. Want ik heb wel al mijn vlog gedeeld van vandaag. Maar ja, ik durf nou niks te doen, want Roderick die komt straks via afstand in mijn computer. Ja. Of hij gaat verder helpen, want ik heb wel gezegd, dus hij die doet het. Maar ja, wat moet ik verder doen, weet je, dat weet ik niet. Nee, ik moet al foto's maken, et cetera. Maar dat komt ook allemaal wel goed. Ik hou gewoon vol goede moed. En als jullie dat ook doen, dan doen we dat samen. En dan, eventjes cross fingers. En dan hoop ik dat het goed gaat komen. Ja, meer zit er niet op, nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet verder van jouw dag en doe het met een lach. En dan gaan wij dat ook eventjes doen hier ook. Toedeledokies. Nou, Willy die gaat weer de hort op. Die is alweer veel te laat. Maar dat komt ook door andere dingen. Omdat ze ook met de modem bezig is geweest.
Dus, nog in de troep, modem is, de oude modem is al ingepakt. En ja, nou zit mijn lieftallige schoonzoon in mijn computer op afstand, dus ja, die is er even bezig. En, maar dat komt allemaal wel goed. We gaan verder aan deze kant, dus ze zeggen tot later. En daar zit meneertje Kandalf, ja. En zijn meisje zit er daar. Hé? Ja, we zijn net buiten geweest, hè. En Rijka is niet helemaal in orde. Ze heeft weliswaar niet overgegeven, maar ze zit af en toe te rillen. En dan gaat ze onder de eettafel leggen, terwijl het daar toch kouder lijkt dan dat het er zal zijn. Tegen een buitenmuur aan. Dus ja, ik weet het even niet. Wat ze markeert. Ze keek heel treurig uit de oogjes, maar daarnet sleurde ze weer een beetje op. Dus ja, ik weet het even niet. Het kan ook een griepje wezen of zo. Ja, een hond en een kat en elk dier kan het ook krijgen. Ja, nou, en ik heb een mot met mijn lieftallige buurman. Ja. Ik mag zelfs overdag geen herrie maken. Met mijn stoel door de kuilen hierheen kan ik niet iedere keer wat aan doen, weet je. We waren vanmiddag druk bezig. Denk je dat ik dan overal op let? Het is overdag. Hallo. Staat hij ook nog voor het raam te kloppen? Terwijl ik aan het telefoon ben. Wilt u hebben dat ik open doe? Nou, ik dacht dat niet, hè? Echt niet. Dikke jelle en twee pot bier, zeg ik dan. Kom op, zeg. Ik ga niet als een hondje achter hem aanlopen. Nee, hij is vele malen jonger dan dat ik ben. En dan zo doen tegen mij? Nou, nee. Iedere keer op die muur bonken. Ook waar Mario bij is, hè. Mario is getuige. Nou, ik weet niet wat hij mankeert, maar hij heeft niet clusterhoofdpijn. Want als je clusterhoofdpijn hebt, dan ga je ook niet eens een keer naar een kroeg toe. Dat doet hij ook. Hij komt ook wel eens af en toe midden de nacht om een uur of 4, 5 thuis dronken over het parkeerterrein waggelend. Doe je ook niet. Ook ga je dan geen feesten vieren. Zoals vorig jaar de zomer, wanneer weet ik van wanneer het was. Het was in ieder geval vorig jaar, misschien met de verjaardag. Maar dan ga je het uitgebreid vieren, uitgesmeerd. Iedere dag een beetje, of om de zoveel dagen een beetje. Ja, en dan hou je het rustig. Maar nee, tot 4 uur was hij aan het bonken met muziek en alles. Hoort hij mij dan? Nou nee, ik klaag dan niet bij hem. Nee, klaag ik liever tegen jullie. He, maar nee, mij hoor je dan niet klagen. Hij is al een jaar geweest of wat dan ook. Nou ja, oké, hiepe diepe hoera voor de buurman. Maar hij moet niet bij mij komen te zeuren. Overdag notabene. Ik mag tot 10 uur 's avonds herrie maken. Dus, je bent gewaarschuwd. Als je nog een keer dit flikt, dan ben je weer voor mij en dan bel ik de politie op, hoor. Ja, ik zit me niet tot hier, maar tot daar met jou. En ik laat me ook niet wegjagen uit mijn huis door jou. Wie was er hier 14 dagen aan het timmeren en aan het boren en aan het doen? Zonder de buren te waarschuwen? Jij, niet ik, niet de andere buren, nee, jij. Dus, je hebt niks te zeuren. Moesten wij ook accepteren. Ik lag ook een paar dagen met migraine toen op bed. Ja, moest ik toch die herrie accepteren. Dus die clusterhoofdpijn van jou, dat neem ik met de korreltjes uit. Dat is gewoon aandacht trekken op de verkeerde manier. Nou, die aandacht krijg je van mij niet. Echt niet. En ja, ik weet meer dan genoeg over jou. Want er zijn mensen die jou kunnen. Van vroeger uit, ja. En het is een vrouw die jij heel goed kent ook. Ja. Ja, maar in ieder geval. Je hoort het. En je zal deze film vast en zeker wel zien, want je zal me wel in de gaten houden wanneer ik zwart over jou praat. Nou, je bent aan één kant een topper. He, want als je in een goede humeur bent, ben je een lieve man en dan help je, zoals
met die sneeuwstorm, die vlaggenmast. Het is al niet vaak dat je helpt, maar toch. Ja, je hebt hem toen omgezaagd. Maar ja, het is maar af en toe eens even dat je helpt, hè. Ja, het boeit je allemaal niet wat er met je buren aan de hand is, dat boeit jou ook niet. Nee. Ga anders even geld inzamelen voor me, voor een nieuwe vloer. Ja, ik zou een nieuwe vloer krijgen, maar dat is niet doorgegaan. Ja, er ligt nog wat troep boven, onder het logeerbed. Maar dat is niet noemenswaardig om dat hier neer te leggen. Dus alsnog moet ik sparen voor een nieuwe vloer in mijn kamer. Daarom hoor ik me af en toe bonken met mijn stoel. Maar voor jou ga ik niet meer anders leven dan ik de afgelopen tig jaren al heb gedaan. Zelfs samen met mijn man nog, dat die in leven was. Die liep al op zijn tenen voor jou. Ja, en dat is nou over en uit. Ja? Je hebt een time-out gehad van tig jaren. Ja, en die time-out is nou voorbij. Zo simpel, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga lekker de televisie aan doen en... Ik heb helemaal geen zin in eten momenteel. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik denk dat ik maar een eitje ga bakken op mijn broodje. Is ook eens een lekker. Gebakken eitje. Ja. Ik denk dat ik dat ga doen. Even een eitje bakken. Hé, kriebel in mijn keel. Maar in ieder geval. Wat wil ik nou nog zeggen? Ja. Ik weet het even niet. Maar in ieder geval. Ja, dan maak je je eigen weer druk en boos. En er zijn verschillende factoren waar ik mij gedruk en boos om maak vandaag. Ook met een paar apps. Zoals van mijn deurbel, die doet het weer niet. Ga zo maar door, want Google Hub, mijn app daarvan, die zegt ook van bekijk het maar, je internet is niet goed. Ja, wat? Mijn internet is wel goed. Weet je, want anders kan ik niet... Op wat is app? Anders kan ik niet naar Google zelf toe, noem maar op. En dan kan ik wel, ja. Ik heb nou de lampen handmatig aan moeten doen, ja. Dus kan er niks aan doen. Is die trouwens ook aan? Even koeken loeren, ja. Nou, heb ik met de hand gedaan. Er zit wat in mijn keel. Niet leuk. Bovenkast links. Die is aan. En hij zegt dat die uit staat. Nou is die uit. Ja. Ja, nou is die weer aan. Heel raar. Dan gaan we daar ook naartoe. Die is nou ook on. Nou, dan gaan we straks proberen of Google ze uitkrijgt. Ja, tv aan en uit. Die staat nou ook op on. Dan moet ik enkel boven nog doen. En de deurbel, die staat nog op offline. Ja, en daar baal ik van. Ja, daar baal ik echt van. Dat die op offline blijft staan. Schrijf je nu in? Nee, ik hoef me niet in te schrijven. En ook geen foto's. Ik begrijp dat niet. Nou ja, dat komt hopelijk allemaal goed. Nou, oké, lieve vrienden. Hou gewoon vol goede moed. En ga wat gezelliger doen vanavond. Wat jullie gaan doen, zal wel carnaval vieren. Maar ik vind het zonde van jullie geld. Dan kan je beter wat geld aan mij storten. Dan kan ik een nieuwe vloer eerder kopen. Ja, ook een idee, hè? Ja, geld voor mezelf vragen. Hoe vind je dat? En ik ken dat niet, hè? Nee, ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen. Er zijn mensen genoeg die het nog minder hebben dan dat ik het heb. Ik heb enkel... Ik zit net met mijn vloer. Ja. En voor de rest, nou ja.
Een bankstel kan ik wel goedkoop kopen, weet je. Maar een vloer moet wel goed wezen, degelijk wezen. En jaren mee kunnen gaan. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben met een vlog bezig om in elkaar te zetten. En ik hoop van ganse harte dat die afkomt van morgenmiddag 14:30. Maar ik heb mijn twijfels. Zo niet, komt er helemaal niks online. Ja, misschien later op de middag eventjes dat ik een klein filmpje neerzet. Maar ik ben zo moe. Twee slapeloze nachten gehad waar ik 1 nacht 1,5 uur slaap van heb gehad. En voor de rest heb ik geen slaap gehad in 2 nachten. Dus dan mag ik wel eventjes bijdenken. Dus we gaan een bedje toe. Misschien dat ik vannacht wel weer wakker word. Kan ik altijd weer even verder gaan, weet je? Kan ik altijd weer even verder gaan. Ik laat hem aan. Dat ik doe enkel het scherm uit. Ik heb het opgeslagen. De computer laat ik lekker brullen. En de meeste lichtjes gaan uit. De televisie gaat uit. De poort gaat op slot. En vanwege meneer daarnaast heb ik het gordijn in de keuken dicht. Want hij stond op het raam ook te bonken dat ik Karin en Roderick vanmiddag nog aan de telefoon had. Hallo, als ik met iemand zit te bellen, doe ik voor hem sowieso niet open. En al helemaal mijn raam niet. Hij weet dat hij om kan lopen. Ik blijf bezig om dat open te doen, niet voor hem. Nee, absoluut niet. Ik ben ook wel bezig met Gandalf, hè. Als je naar buiten wilt, prima bezig. Je mag naar buiten, maar dan via de tuindeur. En verder. Ik doe dat raam niet meer open. Ik begin er niet aan. Nee. En hij wordt toch oud. En ik wil hem dan niet meer bij die auto's hebben en op het parkeerterrein. Hij was vanmiddag ook lekker even buiten in de tuin. Nou, en dan is hij ook zomaar weer terug, weet je. Dus ik vind het wel goed zo. En we gaan nou lekker een bedje toe. En ik zie wel of ik eruit kom vannacht nog, ja of de nee. Maar ik ben er wel aan toe om eventjes te slapen. Ja, dus ik zeg lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei lieve vrienden.